geluk maar vrij, maakt daar nog wat van. Stalens laat hem lopen, Van Rijden mist hem, Eiverkamp neemt zijn tijd. En dan Marco Mas met de goal. 1-0 voor Club. Dit hebben ze verdiend. Martens, goede bal, Borkelmans, controle, schot, Vital Borkelmans, goal voor Club Brugge. 0-1, de derde van het seizoen van de Brugse captain, Vital Borkelmans. Koenen die kopte en het is Borkelmans die scoort. Het is Borkelmans die scoort en Club Brugge gaat hier winnen, want er moeten nog nauwelijks 2 minuten gespeeld worden. Daar is ruimte bij Vital Borkelmans. Stalens. Die kan die bal aanpakken, voorzetten ook nog. Stanic, terugleggen tot bij Gert Klaasjes en daar is Borkelmans met links. Grappe goal, Vital Borkelmans. Van op zo'n 20 meter, hij maakt niet veel goals voor Club Brugge, maar als hij er één maakt, dan is het een mooie. Borkelmans met het hoofd, ja, binnen. Vital Borkelmans kwam daar schitterend ingelopen op die lange voorzet, keurige voorzet van Frankie van der Elst. Vijf minuten van de rust. Vital Borkelmans met de gelijkmaker. Hard in het midden van de goal. De laatste 24 minuten, iedere minuut was enorm zwaar. En je wist dat elke minuut zwaarder en zwaarder ging worden. De afscheid na de supporters, de club. Oké, vandaag als de deur uit te gaan, dan weet ik dat dat de laatste keer is geweest dat ik voor Blauw-Zwart heb gespeeld hier.